Waarom is het geen greenscreen? Anders hadden we nou kunnen doen alsof ik over First Look liep. Nee, niet leuk? Oké. Sure. Fine. Nee, oké. Op 7 en 8 oktober aanstaande is het feest, want dan is het weer tijd voor First Look Festival in de Jaarbeurs in Utrecht. En het is dit jaar dubbel feest, want First Look Festival, formerly known as First Look, bestaat dit jaar 10 jaar. En dat is ook voor Gamesnet belangrijk, want wij waren er al vanaf het allereerste begin bij. En om dat te vieren geven wij in dit item 2 kaarten weg voor de beurs. We geven nog in een andere prijsvraag item 2 kaarten weg voor de beurs. Check dat item ook even snel. Maar we gaan ook eventjes kijken naar het verleden. Wij gaan met jullie mee naar het verleden. Want we laten jullie de mooiste momenten zien van Gamersnet op First Look en First Look Festival. Kortom, hele oude beelden, een hele dikke Peter en nog veel meer epische momenten. Hier komt ie. Een van de tofste dingen van de afgelopen jaren van Gamersnet is natuurlijk de Gamersnet Tuk Tuk. En laat First Look nou een van de eerste beurzen zijn waar wij mochten staan met onze bolide op 3 wielen. En we stonden op Comic-Cons en we stonden op YouTube Gatherings. Maar op een gamebeurs als First Look, dan kom je natuurlijk echt de gamer tegen. En dat was natuurlijk super vet. En we zijn natuurlijk ook heel erg trots dat we ook dit jaar weer aanwezig zijn op First Look Festival met de Gamersnet Tech. Kijk, voor ons als Gamersnet is het natuurlijk leuk dat wij over de jaren heen First Look hebben zien groeien. Van First Look naar First Look Festival. Maar het is ook leuk om een beetje die kleine nuances te zien, die veranderingen die ze elk jaar doorvoeren. En persoonlijk vind ik het dan ook heel erg leuk dat First Look iets meer lifestyle gebonden is gaan worden. Tuurlijk, games checken is leuk. Dat doen wij dan natuurlijk ook al op Gamescom en op E3 en zo. En dan is het daarom First Look stukken leuker als je gaat kijken naar de merch. En die straten waarin je gewoon allerlei goodies en merchandise, t-shirts, cosplay items, whatever kan kopen. Dat is gewoon leuk om te zien. Dat heeft iets speciaals wat je niet zo snel op een andere beurs ziet. Dus weet je wat, First Look Festival 2007, maak er maar gewoon hele rijen van, een hele wijk gewoon aan merchandise. Mijn portemonnee gaat vanzelf wel leeg. Hij werd aangekondigd en wij hoopten allemaal en dachten allemaal dat het een echt apparaat zou zijn. Bleek het gewoon een gimmick te zijn, een marketing stunt, maar hij bestond wel. De Nautilus Rift op events en op First Look Festival was het voor ons eindelijk tijd om aan de slag te mogen met dit ontzettend stinkende apparaat voor South Park. De Fractured Butthole. Hier, daar komt ie. Wow! Oh! Ja, die is goed. Damn! Laten we dan even nog terug het verleden induiken naar een andere era van First Look. En dat was persoonlijk voor mij een hele toffe, want dat was toen First Look in de Westergasfabriek werd georganiseerd. Sowieso een hele stijlvolle locatie, maar het was 2010 geloof ik, dat er gewoon allerlei gekkigheid om First Look heen was. En dat was gewoon heel erg leuk om mee te maken. Grappig. What the fuck, een beer op een fiets. Dit is echt meestelijk. Wacht, draai camera. Wat je nu gaat zien, dat is echt niet normaal, jongen. Dat fietst hier gewoon rond, hè. En die moet hier niet eens zijn. Dat is toch leuk. Naast dat soort van Amsterdamse frivoliteiten was het natuurlijk ook leuk dat de beurs zelf heel erg gaaf was. Ik kan me nog herinneren dat er een soort van Duke Nukem Forever theater was. De game was uiteindelijk niet zo heel fraai, maar hey, wel mooi dat er een heel theater was met Randy Pitchford en zo. En er was een Red Dead Redemption Poker Lounge waar gewoon iemand een beetje lekker aan het DJ'en was, maar waar je ook gewoon een beetje chips op kon gooien en wat Red Dead Redemption prijzen kon winnen. Het was een ontzettend sfeervolle editie van First Look en ik hoop stiekem ook wel dat ze dat eigenlijk weer een keer terug gaan halen. Misschien wil ik gewoon pokeren, gewoon fuck it all in. Geef me gewoon een casino naast de jaarbeurs en ik ben blij. Op een gamebeurs als First Look Festival is het natuurlijk altijd leuk dat je een glimps van de toekomst krijgt. En een van die glimpsen van de toekomst is natuurlijk virtuele realiteit. Virtual reality. En dat is al zeer al vet. Maar dat is helemaal vet als je opgeknoopt wordt aan een parachute en dus virtueel parachute kan springen. En ik mocht dat bij Cooler Master meemaken in 2016 op First Look Festival. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Maar goed, dat was het voor onze hoogtepunten van First Look over de jaren heen. En stiekem hopen we dat we 2 van jullie ook op pad mogen sturen naar je eigen mooie droommomentjes met First Look Festival. Want jawel, zoals Peter al zei, we geven tickets weg. 2 stuks maar liefst. En het enige wat je hoeft te doen om kans te maken is hieronder te laten weten wie je mee wil nemen en waarom en wat je hoopt te zien op First Look Festival 2017. Without further ado, dat waren onze hoogtepuntjes. Laat hier je comment achter en wie weet zien we jou dan wel op First Look Festival 2017 volgend weekend in de Jaarbeurs Utrecht.